gesloten door Kees Lemmers en Rien Bouwens. We hebben de ritten van de eigen klasse inmiddels gehad. Houdt in dat we verder gaan met de superklasse. Superklasse houdt in een competitieverband van meerdere wedstrijden. In dit geval gaat het om 5 wedstrijden. Alle puntjes worden bij elkaar opgeteld. En doe jij voldoende wedstrijden wil mee, dan krijg je straks een hele mooie bokaal. Wie zijn er gestart hier bij de eigen klasse? Of bij de superklasse van 4-5 jaar? Is Rinsel van Kampen, Jurgen van Aalten, Mick Volgoed, Mino van Aalen, Femke Maas, Quint Smits en Lim van Boksel. 7 man sterk. We zien nu 2 rijders op het Nederland vandaan. Volgens mij was het Mick Volgoed en Mino van Aalen. En op zijn groene fiets is het Mino van Aalen. Hier op de eerste plek. Ik heb de laatste tussenstand, dus ik kan niet weten of het politiek die er aan top van de staat. Ik heb deze man op de seizoen vandaan zien rijden. Dus Mino van Aalen samen met Mick Volgoed op 1 en 2. En op 3 is het uit Amazone vandaan. Tegen de wind in op het laatste stuk. De Lien van de 5 is het enige bakkel. Maar gezien de geringe verschillingen kan daar nog van alles gebeuren. Race nummer 25, Job. Een superconcept van 6 en 7 jaar. We zien daar 4 rijders van Nederland vandaan en 2 uit Amazone. En wie zit dan aan die binnenkant op 1? Ik denk dat het is Glenn van de Hurk. We zullen zo eens kijken als zij wordt nummer 2 naar voren komen. Het is de 4,69 inderdaad van Glenn van de Hurk. Maar daar komt aan de buitenkant de navel van clubgenoot Milan de Haas. Eens even gaan kijken met die twee of daar nog wat aan veranderen. Even kijken binnenbokje buitenkomen. Nee, ze zitten wel heel dicht bij elkaar. Maar het lijkt zo te blijven op 1 en 2. Dan zien we op 3 ook meekomen Tijmen van Holland. En die wordt er nog zo goed gevolgd door zijn clubgenoot, Bob Bokstol. Maar dit overweer aan de Hurk is voor Glenn van de Hurk. Nummer 26 is uitgetrokken. Danny van Zetten, Tigo Kuster, Julian Brink, Lars Wagenberg, Janik van der Pijl en Kas van Rangelrooy. Jongens op 6 en 7 jaar, eerste 4 door naar de halve finale. En ook hier hebben we een Nederlands kampioen op pad liggen. Volgende week gewonnen in Amsterdam, Julian Brink. Julian Brink, dan zien we de 103, Danny van Zetten. Dan zien we de 4-2-9 van Lars Wagenberg voor de 5 aan de buitenkant. Van 730, Kas van Rangelrooy in aanval. En Rangelrooy zit voorlopig nog steeds op 3. Dan gaan we zijn plekje naar achter kijken. Gaat er nog wat gebeuren tussen 4, 5 en 6? Nee, die vierde plaats lijkt wel zeker te zijn voor de 4-29 van Lars Schoudenberg. Maar op 1 is het in ieder geval Gino Brink. Ook weer jongens van de 6 en 7 jaar. Gestart zijn de Rensburgraaf, Felix Alter, Jamie Smits, Steve van Elvoort en Jari de Laat. En we zien de Gelderlandse aan kop. Ik denk dat het is Felix Olsen. Op de zon zien we zijn stijl. Ja, 3,49. Felix Olsen. Die zit op plek nummer 1. Dan zien we de Steve van Elvoort op 2. Dan op 3 is het Jamie Smits. En op 4 is het Jari de Laat. En voorlopig op de laatste plaats nog Rensburgraaf. En die zal ook nog een plekje moeten doorschuiven, anders gaat hij zo meteen niet mee naar die halve finale bij die eigen klasse. Een superklasse van 6 en 7 jaar. Maar dan heeft ook weer hier toch jammer als Felix Otter. Volgende groep is de 8 en 9 jaar superklasse. Daarin hebben we 7 man van start. Jochem van Adenbeek, Rick van der A, Ruben van Eken en Roy Jondoren, Jorn Tactor, Leon Moors en Jasper Kaasjager. En dan hebben we ook halve finale. Wie zit er op 1? Nu nog in ieder geval, met 409 is het Roy van Doren. Roy van Doren op plaats nummer 1. Dan zien we er achteraan gaan. Ruben van Ekeren van de Rijrijders. Dan zien we op plaats nummer 3 vanuit Amazone 736. Jasper Kaasjager. En dan zien we op 411. Jorn Tatten, maar die krijgen we natuurlijk dan. De aanval in de laatste bocht van de rijder in Amazone. En wordt het dan Jorn Tatten of wordt het? Ja, het wordt Jorn Tatten op plaats nummer 4. Rit nummer 29 en we zijn bijna alweer bij de tweede match. De 29 is ook gestart. Superklasse 8 en 9 jaar. Volwacht, 8 man aan de start. Mike Renk, Steven Vaal, Bob Smits, Britt Koemans, Koen de Wit, Henry Jansen, Tom van Hattem en Antoine Blankers. En we zien op top 371. Britt Koemans, Britt Koemans. Dan zag ik op 2, zag ik goed meekomen met de 754. Oftewel, dat is Antoine Blankers, maar die wordt nu aan de binnenkant aangevallen door de Nulander 400. Ik zou zeggen 87, dat is Henry Jansen, volgens mij wel. En op plaats 4 zien we ook nog klaar in het meekomen. Bob Smits.
nummer 30 ook superklasse, 8 en 9 jaar, ook weer 8 mannen van start. Christophe van der Brink, Sven van Bouw, Evelien Winters, Corné Hoogakker, Max van Winter, Lars van Maarten, Lars van Keulen en Gijs Oegers. En het is Corné Hoogakker. Corné Hoogakker op 1. Dan zien we de 468 van Max van Winter. En je wordt dan op de voet gevolgd door clubgenoot Lars van Maarten. Op 4 zien we dan goed meekomen. Tristan van der Brink. En die plaats is natuurlijk belangrijk, want de eerste 4 gaat door naar de halve finale. Plek 1 is al safe voor Corné Hoogakker. Dan wordt het op 4 en 5 gespannen tussen Sven en Tristan. Nee, het is toch Tristan van der Brink op plaats nummer 4. Dan verder, race nummer 31, ook weer superklasse van 8 en 9 jaar. De start zijn Steinbeil, Martijn van Rechteren, Lady van Hofte, Jasper Veenkeer van Noord-Stambo van en Wester van Holland. En dit is een kop, Martijn van Rechteren en aan de buitenkant daar Lady van Hofte. Op 3 zien we meekomen Stambosman en op 4 de rijder van Gelder Mossen vandaan, de dak van de klas, Tim van der Hoorn, maar dan gaan we zo meteen kijken als ze uit de bocht komen. Het is de 319 in de plek Jasper Veenkeer. Rit nummer 32, dat is de superklasse van 10 en 11 jaar. Ook hier hebben we een halve finale, 3 groepen. Dus we gaan straks 12 rijders kwalificeren zich voor de halve finale. Wie zien we dan op 1? Met een hele hoge pot. Daar komt mooi binnen doorsteken, de 458 van Mark Heesappers. Maar inmiddels tot daar, mooi shoot van Kevin Slobman. En ja, hij is er net voor. Kevin Slobman door naar nummer 1. Dan gaan we eens even een plekje naar achter. In plaats van nummer 3 is het een rijder uit Kellenwassen genaamd, Jason Wil. En dan zien we 4 metalen, de dame in het gezelschap, Lieke Maat, op de belangrijke 4e plaats. Heeft nummer 33, superklasse, 10 en 11 jaar. De stad zijn Roma van Boren op plaats nummer 3. Race nummer 34, superklasse, 10 en 11 jaar. De stad zijn Jamie van Zetten, Tom Dekker, Tom Smits, Miron Wagenman, Sven van Bergen en Anja Jacobs. En het is de 129 van Tom Dekker. Tom Dekker. En daar achterin op 2 en 3 zien we een beetje strijd tussen Tom Smits en Jamie van Zetten. En we zien daar al wat sprongetjes gaan komen links en rechts. En Jamie ging door van 3 naar 2. En plekje naar achter op 7, 33. Zien we ook nog meekomen. Anja Jacobs, die zit op plaats van 4. Dan zien we de klein haartje, de Rockwijk Punch. Superklasse 12 en 13 jaar. We hebben 2 groepjes, 9 rijders. Houd in dat we het finale hebben in deze groep. In deze groep zijn er 5 gestart. Dat is Marit van Alenbeek, Kevin van Tato, Femke van der Heuvel, Kenny van der Kamp en Niels Verstappen. En op 1 zien we Kevin van Tato. Kevin van Tato, je pakt de meeste puntjes voor de competitiestrijd. Op 4-72, die zit op plaats van nummer 2. Dat is Kelly van der Kamp. En dan zien we op 3 meekomen Niels Verstappen vanuit Amazone. Op de belangrijke 4e plaats, want die is ook goed natuurlijk voor de finale plek. Is Femke van der Heuvel, de dame in het gezelschap. Maar die moet oplossen, want Marit van Alenbeek is niet meer gaan kijken waar hij voorbij kan. Maar de 4e plaats blijft toch in handen van Femke van der Heuvel. Superklasse ook, 12, 13 jaar, race nummer 36. Gestart zijn Silvano de Vries, Boyd Koemans, Frank Bergen en Erik Bogers. En we zitten bijna nu aan het eind van match nummer 1. Dus rijders in voor de tweede match. Stel je eens op je paardje mee, want dan kunnen we gauw terug. En kunnen we proberen de wedstrijd zo te boven mogelijk te kunnen door blijven fietsen. De eerste positie is in handen van Frank Dollevoet. Frank Dollevoet. Dan zien we daarachter, Uitkelder en Mosselenbrand. Boyd Koemans op plaats nummer 2. En op 3 en 4 zagen we daar een mooie aanval aan de binnenkant van Silvano de Piet. Dan gaat hij dat volhouden op de rijder en aan de vondenaam Erik Bogers. Want daar draait het om. Plek nummer 3 is nog wel goed voor de finale. Plek nummer 4 niet. Maar wat lijkt het te zijn?